Welcome to On Location. Today, we're in Woerden, Holland, where we join Dr. Harold Dewberry. Harold has a unique depth of wisdom from over 30 years of ministry. He brings simple answers from God's Word that help us find purpose and direction, releasing Christ's victory into our everyday lives. Let's join Harold's foundational life-changing keys for healing the wounded spirit. You know, yesterday we were covering quite a lot of subjects. Gisteren hebben we heel wat onderwerpen besproken. Actually, we did a seminar in Sydney, Australia. We hebben ooit een seminar gedaan in Sydney, in Australië. On the wounded spirit. Over de verwonde geest. And it took us about 10 days. En dat nam ons 10 dagen. Ministering 4 sessions a day. En we deden 4 sessies per dag in de bediening. What we're trying to do. En wat we proberen te doen. Is cover some important areas. Een aantal belangrijke gebieden bespreken. In our seminar here. In ons seminar hier. That we believe will be a blessing to you. Waarvan wij geloven dat het u tot zegen zal zijn. We've been mentioning about the human spirit. Ik heb gesproken over de menselijke geest. But we haven't been speaking too much about the Holy Spirit. Maar we hebben nog niet al te veel gesproken over de Heilige Geest. But you have to realize. Maar u moet zich realiseren. The indwelling Holy Spirit. De inwonende Heilige Geest. Operates through our human spirit. Werkt door onze menselijke geest. Now let me say that one more time. Laat me dat opnieuw zeggen. The Holy Spirit. De Heilige Geest. That lives within us. Die binnen in ons woont. Operates through our human spirit. Werkt door onze menselijke geest heen. And so if you have anything affecting your human spirit. Dus als er iets is wat uw menselijke geest beïnvloedt. The Holy Spirit can't function the way that he should do in our lives. Dan kan de Heilige Geest niet functioneren op de manier zoals hij zou moeten doen in ons leven. It's his spirit. Het is zijn geest. Joined with our spirit. Verbonden met onze geest. Produces what we call the fruit of the spirit. En die brengt voort wat we noemen de vrucht van de geest. Now this is not cultivated human emotions. Dit zijn geen menselijke emoties. But this is the work of the Holy Spirit. Maar dit is het werk van de Heilige Geest. To create in us. Om in ons te scheppen. The nature of the Lord Himself. De natuur van de Heer zelf. I find and I have found in my life. Ik heb gemerkt in mijn leven. That I go through certain circumstances. Dat ik door bepaalde omstandigheden heen ga. If he wants to develop joy in my life. Als hij vreugde in mijn leven wil ontwikkelen. The fruit of joy. De vrucht van vreugde. I'll generally end up in some way facing a deep depression. Dan in het algemeen aan het eind. And that's the way the Lord. That's the way the Lord would show me. En dat is de manier waarop de Heer me zou laten zien. That I would have to develop the joy. Which is the fruit of the Holy Spirit within me. Dat ik de vreugde moet gaan ontwikkelen die de vrucht van de Heilige Geest in mij is. Remember yesterday I put on the board. Weet u nog dat ik gisteren op het bord schreef? And taking a verse from James chapter 5 and verse 13. Dat ik een vers nam uit Jacobus 5 vers 13. We use the word affliction. Dat het woord lijden gebruikt wordt. Is any afflicted among you? Let him pray. Is er iemand onder u in lijden? Laat hem bidden. If you're happy, sing song. Als u blij bent, zing liederen. And so forth. Enzovoort. But I don't know what part of the Holy Spirit's nature. Maar ik weet niet welk deel van de natuur van de Heilige Geest. Or the nature of the Lord. Of de natuur van de Heer. That he wants to develop in me. Die hij in mij wil ontwikkelen. Until he allows me to go through certain circumstances. Totdat hij mij toestaat door bepaalde omstandigheden heen te gaan. Now remember I mentioned James in his writing. En weet u, ik haalde Jacobus aan in zijn geschrift. Don't treat these things as your enemies. Zie deze dingen niet als uw vijand. They're your friends. Ze zijn uw vrienden. Now temptation has a special purpose in the eyes of the Lord. Een verleiding heeft een bepaalde bedoeling in de ogen van de Heer. Remember God doesn't tempt us to do evil. Weet u, God verleidt ons niet om het kwade te doen. But we do get tempted. Maar we komen wel in de verleiding. For a very special purpose. Om een heel speciale bedoeling. Now this has to do with my spirit. En dit heeft te maken met mijn geest. Because every time I'm tempted in relationship to something. Want elke keer als ik in de verleiding kom met betrekking tot iets. And I learn how to respond
the correct way to that temptation. En ik leer op de juiste manier te reageren op die verleiding. My spirit is becoming stronger and stronger. Dan wordt mijn geest sterker en sterker. Now let me give you a reference from the word relating to that. En laat me een verwijzing uit het woord geven wat daarmee te maken heeft. Isn't it amazing? Is het niet wonderbaarlijk? That as soon as Jesus was overshadowed by the Holy Spirit. Dat zodra Jezus werd overschaduwd door de Heilige Geest. And remember that the Holy Spirit came upon him in the form of a dove. En weet u nog dat de Heilige Geest op hem kwam in de vorm van een duif? At the River Jordan. Bij de rivier Jordaan. It says he was driven by the Holy Spirit. Dan staat er dat hij gedreven werd door de Heilige Geest. Into the wilderness. Om de woestijn in te gaan. To be tempted of the devil. Om door de duivel verzocht te worden. Now you'd think the Holy Spirit would drive him away from that, wouldn't you? En u zou toch niet denken dat de Heilige Geest hem daar vandaan zou drijven. But there was a divine purpose behind that. Maar er zat een goddelijke bedoeling achter. Remember that Adam was the first created son of God. Weet u nog dat Adam de eerste geschapen zoon van God was? And if you read the genealogies, you'll find out that is true. En als u de genealogie zult lezen, dan zult u merken dat het waar is. And Jesus is the conceived son of God. En Jezus is de Adam failed. De verkregen zoon van God. Adam faalde. To fulfill the purpose that God had planned for him. Om de bedoeling van God te vervullen die God voor hem had gepland. And by doing that. En door dat te doen. Adam handed over the government of this world to the Satan. Overhandigde Adam de regering over deze wereld aan Satan. So Satan becomes the prince of the power of the air. Dus Satan wordt de prins van de macht van de lucht. And he controls. En hij overheerst. The sons of disobedience. De zonen van ongehoorzaamheid. So I got to be very careful. En dan moet ik heel voorzichtig zijn. That I don't become disobedient to the word of God. Dat ik niet ongehoorzaam word aan het woord van God. If I do. Als ik dat wel ben. I'm exposing myself to the prince of the power of the air. Dan stel ik mezelf bloot aan de prins van de macht van and de lucht. He works, the enemy works. En hij werkt, de vijand werkt. In different manners. Op verschillende manieren. Through the course of this world. Door de koers van deze wereld. And the fashion of this world. En de modus van deze wereld. De manier so van deze wereld. When Jesus was driven by the Holy Spirit. Dus toen Jezus door de Heilige Geest gedreven werd. Up into the wilderness. De woestijn in. He had to prove. Moest hij bewijzen. In that testing. In die beproeving. That he was worthy. Dat hij waardig was. To become the ruler of this world. Om de regeerder van deze wereld te worden. Probably I should put that in a different language. Ik zou dat waarschijnlijk in andere taal moeten zeggen. To take back for the Father. Om terug te nemen voor de Vader. What the enemy had stolen of humanity. Wat de vijand van de mensheid had gestolen. Remember in the book of John. Weet u nog in het boek Johannes? The epistle of John. De brief van Johannes. It mentions two things about the coming of Jesus. Daar worden twee dingen gezegd over de komst van Jezus. The major one was to redeem us from our sins. En het belangrijkste was om ons te verlossen van onze zonden. And the second was. En de tweede was. The purpose. De tweede bedoeling. That he came. Dat hij gekomen is. Was to destroy the works of the devil. Is om de werken van de duivel te vernietigen. And to release us. En om ons vrij te zetten. From the power of the enemy. Van de macht van de vijand. Amen. Amen. So remember the coming of Jesus was a double purpose. Dus denk erom dat de komst van Jezus een dubbele bedoeling had. To redeem us back to the Father. Om ons terug te verlossen naar de Vader. And then to destroy the works of the devil. En om de werken van de duivel te vernietigen. If you want to, later on I'll give you those scriptures I just quoted from 1 John. Als u wilt, zal ik u later de schriftwoorden geven. Ik heb uit 1 Johannes aangehaald. So, when we're tempted like Jesus. Als we zo als Jezus verzocht worden. It's a test. Dan is dat een beproeving, een if test. If we have received or we are walking in the will of God. Of we hebben ontvangen of dat we wandelen in de wil van God. Now let me relate that to the Spirit. En laat me dat verbinden aan de Geest. When Jesus returned from the wilderness. Toen Jezus terugkwam uit de woestijn. And you'll read this in Luke's Gospel chapter 4 and verse 14. En je leest het in Lucas 4 vers 14. It says he returned. Dan staat er, hij kwam in the terug. Power
of the Spirit. In de macht van de geest. So every now let me say that again from. Laat me dat opnieuw zeggen. Luke's Gospel. Uit het Evangelie van Lucas. Chapter 4. Hoofdstuk 4. And verse 14. Vers 14. Jesus returned. Jezus kwam terug. In the power of the Spirit. In de kracht van de geest. So every time we go through temptation. Dus elke keer als we door een beproeving heen and gaan. And we respond the correct way to that temptation. En we reageren op de juiste manier op die beproeving. Our spirit man. Dan wordt onze geest is becoming stronger and stronger and stronger. En sterker en sterker. Now you'll find that truth in the book of James. En u zult die waarheid vinden in het boek Jacobus. And during the break I will get out the verses of scripture for you. En in de pauze zal ik de schriftversen voor u opzoeken. I don't know whether I can just turn over it and put my finger on those scriptures straight away. But ik weet anyway, niet of ik het op kan zoeken en mijn vinger zomaar op die schriftwoorden kan leggen. Let me see if I can so you know that I'm speaking from the word here. En laat me kijken of ik dat wel kan doen, want dan weet u dat ik uit het woord spreek. Now, the devil tempts us, it says. De duivel verzoekt ons. The causes to sin. En maakt dat we zonde doen. But temptation acts as a test of our faith. Maar beproeving is als een test van ons geloof. Remember, your faith is going to be tried of the Lord. Weet u nog dat uw geloof getest zal worden door de Heer? I'll go down to verse 12, I think it's in verse 12. And it says, blessed and happy to be envied. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Is the man who is patient. Want hij is de man die geduldig is. Under trial. Onder beproeving. And stands up under temptation. En die opstaat onder verzoeking. For when he has stood the test. Want als hij de test heeft doorstaan. And been approved. En beproefd is. He will receive the victor's crown of life. Dan zal hij de kroon van het leven ontvangen. Which God has promised. Die God beloofd heeft. To those that love him. Aan diegenen die hem lief hebben. It's a startling scripture that, isn't it? Dat is een schriftvers waar je van opschrikt. Let me read it again. Laat me dat opnieuw lezen. And I'm quoting from the Amplified Bible. En ik haal het aan uit de Amplified Bible. And it says, blessed, happy to be envied. En gezegend en blij en om te jaloers op te zijn. Is the man who is patient under trial. Is de man die geduldig is onder verzoeking. And stands up under temptation. En die verzoeking kan doorstaan. For when he has stood the test. Want als hij de proef heeft doorstaan. And been approved. En beproefd is. He will receive the victor's crown of life. Dan zal hij de overwinnerskroon van het leven ontvangen. Which God has promised to those that love him. Welke God heeft beloofd aan degenen die hem lief hebben. In other words, what he's saying. Met andere woorden, wat hij zegt. That if we respond to temptation the right way. Als we op de juiste manier op verleiding reageren. According to the word of God. Naar het woord van God. Then it will empower our spirit more and more. Dan zal het onze geest meer en meer bekrachtigen. Now I wrote some scripture down relating to the spirit. En ik heb wat schriftwoorden neergeschreven. And some of the things that can wound our spirit. En sommige dingen die onze geest kunnen verwonden. So turn over to Proverbs 15 and verse 4. Dan gaan we naar Spreuken 15 vers 4. And it says perverseness of tongue. En daar staat verkeerdheid van tong. Will wound our spirit. Zal onze geest verwonden. So we have to be careful. Dus we moeten voorzichtig zijn. That we don't wound our own spirit. Dat we niet onze eigen geest verwonden. Or weaken our spirit. Of onze geest verzwakken. By the things we say with our mouth. Door de dingen die we zeggen met onze mond. Now if I want to keep being filled with the Holy Spirit. En als ik met de Heilige Geest wil blijven. Paul in the book of Ephesians gives us this example. En Paulus in het boek Efeze geeft hij ons dit voorbeeld. Then I need to be able to worship in the spirit, in tongues. Dan moet ik in staat zijn om te aanbidden in de geest, in tongentaal. Well, that's in Corinthians. Dat staat in Corinthiërs. But also to sing to myself in psalms and hymns. Maar dan moet ik ook aan mezelf kunnen zingen in psalmen en gezangen. And spiritual songs. En geestelijke liederen. And make melody in my heart to the Lord. En een melodie maken voor de Heer. The scripture says this: be filled with the Spirit. Wees gevuld met de geest. By singing to yourself. Door het voor uzelf te zingen. In psalms and hymns. In psalmen en gezangen. And spiritual songs. En geestelijke liederen. Making melody in your heart to the Lord. En een melodie makend voor de Heer in uw hart. It's very important, in my life at least. Het is tenminste in mijn leven erg belangrijk. Before I meditate on the word of God. Dat voordat ik mediteer op het woord van God.
That I gently start worshiping the Lord. Dat ik heel zachtjes de Heer ga aanbidden. By singing some psalms or hymns and so forth. Door psalmen te zingen of gezangen enzovoorts. And I don't do it every night. Ik doe dat niet elke avond. But if I need to feel that refreshing of the Holy Spirit. Maar als ik het nodig voel, dat ik het nodig heb verfrist te worden door de Geest. Anything from half an hour to an hour. Dan doe ik een half uur tot een uur. Just singing to the Lord. Alleen maar zingen voor de Heer. That means the Holy Spirit is refreshing me. Dat maakt dat de Heilige Geest mij kan verfrissen. See, we need weapons. Weet u, we hebben wapens nodig. We need spiritual weapons. We hebben geestelijke wapens nodig. Or to understand the weapons that the Lord has given us. Om te begrijpen welke wapens de Heer ons gegeven heeft. To maintain our spiritual walk in the Lord. Om onze geestelijke wandel in de Heer vol te houden. When I'm flying. Als ik aan het vliegen ben. And I ask Eleonora, I think yesterday. En ik vroeg Eleonora naar gisteren. About 11-hour flight, or I think a 10-hour flight from Los Angeles over to Amsterdam. Een vlucht van 11 of 10 uur van Los Angeles naar Amsterdam. And you know, you got the noise of the plane and all that kind of stuff. Het geluid van het vliegtuig en al dat soort dingen. And I'm very softly under my breath, really. En dan ben ik eigenlijk heel zachtjes, haast onder mijn adem. Lord. Aan het zingen aan de Heer. In psalms and hymns. Psalmen en gezangen. I didn't realize that probably people around me could hear me. Ik realiseerde me niet dat er waarschijnlijk mensen om me heen waren die dat konden horen. I asked Eleonora, could you hear me doing that? En ik vroeg aan Eleonora, kon je me dat horen doen? And she said yes. En ze zei ja. I said, oh my God. En ik dacht, oh help. I've never had anybody ever complain though about it, right? Er heeft in ieder geval nog nooit iemand over geklaagd. And I believe that's one of the reasons I don't suffer from jet lag. En ik geloof dat dat een van de redenen is waarom ik niet lijd aan jet lag. I keep my spirit refreshed in the Lord all the time. Omdat ik voortdurend mijn geest verfrist hou in de Heer. You know, some people wonder how we can do so many meetings we do. Sommige mensen vragen zich af dat we zoveel samenkomsten kunnen doen. And I'm not boasting of this, it's glory to God. En ik schep hier niet over op, het is glorie aan God. But I was in Australia for 60 days. Maar ik was 60 dagen in Australië. And and conducted 200 and something odd meetings. En ik deed iets van 200 of meer samenkomsten. 240 meetings in 60 days. 240 samenkomsten in 60 dagen. You know, and I jokingly say sometimes. En voor de grap zeg ik soms. I know pastors that preach once, one sermon a week. Ik ken voorgangers die één preek per week doen. And they have to go to the Bahamas or Miami and Honolulu. En dan moeten ze naar de Bahamas of naar Miami of noem maar op. But over the 50 years that I've been in ministry. Maar in de 50 jaar dat ik in de bediening ben geweest. I don't think we've ever had very much of a vacation in all those times. Geloof ik niet dat we ooit veel vakantie hebben gehad in al die tijd. I remember a few years ago we went to Paris. Ik weet nog een paar jaar geleden gingen we naar Parijs. Just for a week's break. Gewoon voor een vakantie van een week. And my two little ones, and they were little in that day. Mijn twee kleintjes, ze waren klein in die tijd. They said, Dad. Ze zeiden, pap. We are not going with you. We gaan niet met je mee. Unless you promise, tenzij dat je belooft, you're not going to preach. Dat je niet zult preken. So that was a true break. I couldn't preach, although I still worship the Lord. Dat was echt een pauze. Ik kon gewoon niet preken. Anyway, in ieder geval. But go back to Proverbs 15 and verse 4. Dan gaan we terug naar Spreuken 15 vers 4. And it's very interesting if you study that word. Turn with me very quickly. Het is heel interessant als je dat woord bestudeert. Over to that scripture, and I want to read it from the Amplified version. Ik wil het graag lezen uit de Amplified versie. It said a gentle tongue. Er staat een zachtmoedige tong. With its healing power. Met zijn genezende kracht. Is a tree of life. Is een boom van leven. But willful contrariness. Maar bewuste tegenheid daarin. Oh, that means perverseness of tongue. Dus dat betekent de verkeerdheid van de tong. Will wound the spirit. Zal de geest verwonden. And I'm a student of the word. En weet u, ik studeer in het woord. And I've often wondered why. En ik heb me afgevraagd waarom. That when they came out of Egypt. Dat toen ze uit Egypte kwamen. And they went down to the waters of Mara. En ze gingen naar de wateren van Mara. You know, the Lord healed them all as they came out of Egypt. There was not one. De Heer genas hen allemaal toen ze uit Egypte kwamen. There was not one sick and feeble amongst all their tribe. Er was niet één ziek onder de stammen.
And then they get to the waters of Mara and couldn't drink because the waters were bitter. En kwamen ze bij de wateren van Mara en konden ze niet drinken want de wateren waren bitter. And I said, they couldn't have got all sick again in 3 days. En ik zei, ze konden toch niet allemaal weer ziek worden in 3 dagen tijd. Surely. Toch? But the Lord was teaching them a lesson. Maar de Heere leerde ze een les. And that is that if you murmur. En dat is als je moppert. Your spirit becomes bitter. Human spirit becomes bitter. Dan wordt je geest, je menselijke geest, bitter. Amen. Amen. This is a real truth of the Word of God. Dit is een echte waarheid uit het woord van God. And see what happened in the children of Israel. En wat er gebeurde bij de kinderen van Israël. They were so rebellious and stubborn. En ze waren zo rebellerend en Now, koppig. I'm not calling them that. En zo noem ik ze niet. That's what God called them. Zo noemt God ze. A stiff neck. Een stijve nek. And a rebellious people. En een rebellerend volk. Amen. Amen. They didn't learn that tremendous lesson. Ze hadden die enorme les niet geleerd. And so Moses had cast a tree into the waters. Dus Mozes moest een boom in het water gooien. And that made the water sweet so they could drink it. En dat maakte de wateren zoet zodat ze het konden drinken. My question. En mijn vraag. Before the Lord was this. Aan de Heer was deze. What does that tree represent? Waar staat die boom voor? And I began to realize. En ik begon me te realiseren. According to this passage of scripture from Proverbs. Volgens dit stukje uit Spreuken. That pleasant words. Dat are a tree of life. Plezierige woorden een boom des levens zijn. And this goes a little bit deeper and I'm jumping ahead of myself. En dit gaat een beetje dieper en dan loop ik op mezelf vooruit. But the healing of the wounded spirit. Maar de genezing van de verwonde geest. Will come. Komt. When we change our conversation. Als we onze gesprekken veranderen. And generally. En in het algemeen. When we speak words of affirmation to one another. Als we woorden van bevestiging spreken tot elkaar. I shouldn't be saying this probably. Ik zou dit waarschijnlijk niet moeten zeggen. But Eleanor often gets comment about how beautiful she is. Maar Eleonora krijgt vaak commentaar over hoe mooi ze is. And say, give me a bit of credit, please. En ik ben een man en zeg ik geef mij ook een beetje krediet. And I'm not talking about outward beauty. En heb ik het niet over uiterlijke schoonheid. As much as I'm talking about the inner beauty of a woman. Net zo als dat ik spreek over de innerlijke schoonheid van een vrouw. A gentle and a meek spirit. Een zachtaardige en zachtmoedige geest. Which is very precious in the sight of God. Dat is heel kostbaar voor Gods aangezicht. So I made her beautiful. Dus ik heb haar mooi gemaakt. Because of the affirmation I give her. Vanwege de bevestiging die ik haar gegeven heb. And if you come next Wednesday. En als u volgende week woensdag komt. And you hear a testimony. En u hoort haar getuigenis. You'll understand more why I say that. En dan zult u meer begrijpen van waarom ik dat zeg. I'm always reinforcing her. Ik ben altijd bezig haar te and bevestigen. Affirming her. En haar te I don't think there's steunen. A day that goes past. Ik geloof niet dat er een dag voorbij gaat. But I don't tell her how beautiful she is. Dat ik haar niet zeg hoe prachtig ze is. And I keep reinforcing and affirming her. En ik blijf haar bevestigen en versterken. And in one sense. En in een zekere zin. With the word of God. Met het woord van God. Was how she developed that meek and a gentle spirit within. Is hoe ze die zachtaardige en zachtmoedige geest van binnen heeft ontwikkeld. That's an exhortation to you men. En dat is een aanmoediging voor jullie mannen. Amen. Amen. Glory to God. And I want to lighten the meeting up a bit, right? Ik wil de samenkomst een beetje verluchtigen. I often wonder why, when Sarah was 90 years of age. Ik vraag me vaak af waarom toen Sarah 90 jaar oud was. How do you imagine a 90-year-old woman? Hoe stel je een vrouw van 90 jaar voor? By today's standards. Naar de maatstaf van vandaag. And yet when Abraham took her down to Egypt. En toch toen Abraham haar meenam naar Egypte. The Pharaoh got his eyes on this woman. Liet Farao zijn oogje vallen op deze vrouw. And I said to myself, he must either been blind. En ik zei tegen mezelf, nou, hij moet wel blind geweest zijn. Or he must have had some perversion in his spirit. Of hij moet een of andere perversie in zijn geest hebben But gehad. The key was. Maar de sleutel was. At 90 years of age. Op 90-jarige leeftijd. She still retained her beauty. Had ze haar schoonheid behouden. Because she had a gentle. Omdat ze een zachtaardige. And a meek spirit. Een zachtmoedige geest which had. Which is very precious in the sight of God. En die heel kostbaar is in het oog van God. That has to deal with the spirit man. En dat heeft te maken met de geestelijke mens. And that's why I'm sharing that I want to loosen
the meeting up a little bit. Dat is waarom ik dat vertel. Ik wil de samenkomst een beetje verluchten. So what is it in Proverbs 15 and verse 4? Dus wat er staat in Spreuken 15 vers 4. Pleasant words are a tree of life. Plezierige woorden zijn een boom van het leven. Maar verkeerdheid van tong. And that word perverseness is an interesting word. En dat woord verkeerdheid is een interessant because woord. It means to say something to cast somebody down. Omdat het betekent iets zeggen om iemand neer te halen. When the Lord wanted to destroy a certain nation. Toen de Heer een bepaald land volk wilde vernietigen. He didn't do it by an outside army. Deed hij dat niet door een volk van een leger van buitenaf. Hij riep het leiderschap. To speak perversely against one another. Om verkeerde woorden tegen elkaar uit and te spreken. That destroyed that nation. En dat vernietigde dat volk. You know what? Weet u? If we're not careful, als wij niet oppassen. We can destroy our marriage. Kunnen we ons huwelijk vernietigen. We can destroy our homes. We kunnen onze gezinnen thuis vernietigen. If we're not careful, als we niet voorzichtig zijn. By what we say with our mouth. Met wat we met onze mond zeggen. Pleasant words. Plezierige woorden. A tree of life. Zijn een boom van leven. Amen. Amen. That makes sense. But dat perverseness of tongue. Maar verkeerdheid van tong. Will wound the spirit. Zal de geest verwonden. Now go over to Proverbs chapter 15 and verse 13. Dan gaan we naar hoofdstuk 15 vers 13. He said a glad heart. Daar staat een vrolijk hart. Makes a cheerful countenance. Maakt het aangezicht blij. But by sorrow of heart. Maar door het smart van het hart. The spirit is broken. Wordt de geest verslagen. Amen. Let me say it, quote it again. Laat me dat opnieuw aanhalen. It says a glad heart. Een vrolijk hart. Makes a cheerful countenance. Zal het aangezicht blij maken. But by sorrow of heart. Maar door de smart des harten. And that's grief. En dat is verdriet. The spirit is broken. Wordt de geest verslagen. Turn over to Proverbs 17 and verse 22. Dan gaan we naar Spreuken 17 vers 22. It says a happy heart. Er staat een blij hart. Is good medicine. Zal een medicijn goed maken. And a cheerful mind. En een vrolijk verstand. Works healing. Werkt genezing uit. But a broken spirit. Maar een verslagen, gebroken geest. Dries up the bones. Zal het gebeente verdrogen. In other words, the bones represent your emotions and feelings. En met andere woorden, uw gebeente vertegenwoordigt uw emoties en andere gevoelens. And so we, if we're not careful. En als we niet voorzichtig zijn. We will find that. If we have a broken spirit, zullen we merken dat wanneer we een gebroken geest that hebben, we will lack the joy of the Lord, dat we tekortkomen aan de vreugde van de Heer, which is automatically our strength, wat automatisch onze kracht is. One more, a couple more verses of scripture, then I'll get into my subject matter here. Nog Proverbs een paar versen. Spreuken 12. I think the book of Proverbs speaks more about the spirit. Ik geloof dat het boek Spreuken meer over de geest spreekt. Than any other book in the Bible. Dan welk ander boek in de Bijbel ook. It said in verse 25. In vers 25. A man's heart weighs it down. Het hart van een mens buigt zich neer. But an encouraging word. Maar een goed woord. Makes it glad. Verblijdt het. Amen. Amen. Anxiety. Bezorgdheid, which is one of the major things that causes heart trouble, is een van de belangrijkste zaken die hartproblemen veroorzaakt. Can I say that one more time? Mag ik dat nog een keer zeggen? Anxiety, bezorgdheid, is one of the major root causes, is een van de hoofdoorzaken of all heart conditions, van alle hartziekten. Amen. Amen. This is the word of God. Dit is het woord van God. But I want to mention that in a moment about anxiety. Ik wil daar over een moment iets over zeggen, over bezorgdheid. But go to Proverbs 18. Gaan we naar Spreuken 18. And verse 14. Vers 14. The strong spirit of man. De sterke geest van een man. Sustains him in bodily pain. Ondersteunt hem in lichamelijke or pijn trouble, of problemen. But a weak and a broken spirit. Maar een zwakke en gebroken geest. Who can rise up or bear it? Wie kan die oprichten of dragen? Some of you have heard my testimony, by the way. Sommigen van u hebben mijn getuigenis gehoord. Of how way back in 1978. Hoe lang geleden in 1978. My Australian wife was killed in a head-on collision. Mijn Australische vrouw omkwam bij een frontale botsing. And I was driving the car. En ik reed de auto. And one of the things that happened out of that. En een van de dingen die daaruit is voortgekomen. One of my hip sockets was displaced.
dat een van mijn heupkommen van zijn plek was. And they wanted to do hip replacement way back then. En in die tijd wilden ze de heup vervangen. And told me that probably it only lasts for a couple of years and I'd be in a wheelchair. En ze zeiden dat het maar een paar jaar vol zou houden en dat ik dan in een rolstoel terecht zou komen. I'm a great believer in the power of the Lord. En ik ben een groot gelovige in de genezende kracht van de Heer. Yeah, but since we came to the Lord, we've seen miracle after miracle of healing. Sinds we tot de Heer zijn gekomen, hebben we wonder op wonder gezien van genezing. And I was ministering in a church in Phoenix. En ik was aan het bedienen in een kerk in Phoenix. I'd become a part of the staff there. Ik was daar lid van het personeel geworden. And I remember I had to have an appointment with with the orthopedic surgeon. En ik weet dat ik een afspraak had met de orthopedisch And I stood up in the congregation. En ik stond op in de gemeente. A huge congregation of people. Een grote gemeente van mensen. And I was going to ask for prayer. En ik ging om gebed vragen. But you know, I found myself speaking out the word. Maar weet u, ik merkte dat ik de woorden uitsprak. I decreed a decree publicly. En ik had echt een decreet uitgevaardigd. Publiekelijk, that ik beleid I'm healed by the stripes of Jesus. Dat ik genezen ben door de striemen van Jezus. I never intended really to say that. Ik was helemaal niet van plan om dat te gaan zeggen. I intended to ask for prayer. Ik was van plan om gebed But te I vragen. Found myself making that decree. Maar ik merkte dat ik When die I uitspraak went down deed. To the doctor that day, en toen ik die dag naar de dokter ging. They took x-rays of my hip. Hebben ze een röntgenfoto Then gemaakt put van mijn me on examination table. En toen hebben ze me op de onderzoekstafel gelegd. And they said, well, you can't move your hip. En ze zeiden, nou, je kunt je heup helemaal niet But bewegen. The most amazing thing maar het meest wonderbaarlijke was ding. That doctor got hold of my leg. Dat de dokter mijn been pakte. And was moving it this way, that way, upward, downward. En hem he said, this is impossible. Naar boven en beneden you bewoog. Can't en hij do zei, this. Dit you is onmogelijk, dit kun je niet doen, dit kan niet. I proved before the Lord and ik people bewees voor de Heer en voor de mensen that a strong spirit of a man dat een sterke geest van een man can sustain him in his physical infirmity. Dat die hem kan steunen in zijn lichamelijke zwakheid. And for many, many years en jarenlang I used to jog up to a mile a day. Ging ik een mijl per dag joggen. With 5 pound weights upon around my ankle. Met 5 pond aan gewichten rondom mijn enkels. As a matter of fact, I challenged the young men of my in my church. Ik heb een jonge man in mijn kerk uitgedaagd. To outrun me. Om mij eruit te lopen. And nobody would take me on. Maar niemand nam de uitdaging aan. Now, I'm not exaggerating the story at en all. Ik overdrijf het verhaal Because helemaal I found niet. This scripture to be absolutely true. Want ik heb ontdekt dat dit schriftwoord absoluut waar is. Strong spirit of a man de sterke geest van een man shall sustain him zal hem ondersteunen in his physical infirmity. In zijn lichamelijke zwakheid. It wasn't after the death of my second wife. Het was pas na de dood van mijn tweede vrouw that found out that I didn't realize it. En toen ontdekte ik en ik realiseerde me to, niet mobility. Dat ik mijn vaardigheden begon te verliezen. And I ended up canceling out meetings from traveling internationally. En ik eindigde ermee met counseling in bedieningen Some of you have heard en reizen. My story, I know, right? En sommigen van u hebben mijn verhaal gehoord. They call this weet ik. Going over television. I want to share it again. En dit wordt ook op televisie uitgezonden en daarom wil ik het opnieuw delen. I found en ik merkte I didn't have the money to have any surgery. Dat ik het geld niet had om een operatie There's te laten a reason doen. Behind that, by the way. En daar zit ook een reden achter tussen twee haakjes. I was left with $100,000 medical bills. Ik bleef achter met $100,000 aan medische Even rekeningen. Even though we were paying $1,200 a month in health insurance. Alhoewel we zelfs $1,200 per maand aan verzekeringen betaalden. So one of my pastors wrote to a leading specialist in Los Angeles. Maar een van mijn voorgangers schreef naar een leidend specialist my, in Los Angeles. My pastor has problems with his hip. En hij zei, mijn voorganger heeft problemen met zijn heup. And he called me in. Hij liet mij komen. And you know you have to fill out a form. Do you have insurance? Do you have this and that? Weet u een no, don't have any insurance. Invullen, of je he said, I guess you got very little money also. En ik zei nee, ik ben niet verzekerd. En hij zei, ik denk dat je weinig geld hebt. Want toen hij ontdekte dat ik voorganger was, dacht I said, hij dat. Yeah, that's pretty true. En ik zei ja, dat klopt wel. And this is what he said to me though. En dit is wat hij toen tegen mij zei. He said my father was a pastor. Hij zei mijn vader was voorganger. And I understand. En ik begrijp het. I will do all this surgery. Ik zal al deze operaties doen. Free of charge for you. En dat doe ik gratis voor u. Amen. Amen. That,
And so there was only one condition, though. Er was alleen één voorwaarde. I had to do some PR work for them. Ik moest dat PR-werk voor hem doen. And they came and brought cameras out into my church. Zij kwamen en I'm hobbling around on a walking stick. En ik hobbel wat rond met mijn wandelstok. They brought cameras up into our home. En ze brachten camera's naar ons huis. And, you know, struggling up the stairways. En daar worstelde ik met de trap op enzovoort. And then they had an interview on ABC National Television. En toen deden ze een interview op ABC televisie. That's a great way to get publicity, right? En dat is een geweldige manier om publiciteit te krijgen. But when they booked me to the hospital. En toen ze me opnamen in het ziekenhuis. I'm coming to a point, by the way, so bear with me. En ik kom tot een bepaald punt, dus verdraag me nog this even. This is going to test your patience. Dit zal uw geduld beproeven. Anyway, so when they booked me to the hospital, my blood pressure went sky high. Ging mijn bloeddruk echt torenhoog worden. And I don't suffer from high blood pressure. En ik lijd helemaal niet aan hoge bloeddruk. All night they tried to bring it down by medication. En de hele nacht probeerden ze dat naar beneden te krijgen met medicijnen. And nothing worked. En niets werkte. In the morning they wheeled me down to the pre-op. En in de morgen reden ze me naar de vooroperatiekamer. And the anesthesiologist said to me. En de anesthesioloog zei tegen mij. Harold, this is crazy. En hij zei, Harold, dit is. Everybody had a little bit of elevated blood pressure when they go through surgery. Iedereen heeft een beetje hogere bloeddruk als ze operatie krijgen. But yours is out of control. Maar die van jou is onbeheersbaar. I knew they would cancel out double hip replacement. En ik wist dat ze die dubbele heupvervanging zouden afzeggen. And they allowed my lovely wife. En daar was mijn lieve vrouw. To come in with one of my pastors. Die hier binnenkwam met een van mijn voorgangers. And this was just prior to the time they I was supposed to go into the operating theater. En het was echt net voor de tijd dat ik gepland stond voor de operatiekamer. And the Lord showed me. En de Heer liet me zien. Now don't forget, my first wife was killed in 1978. En vergeet niet dat mijn vrouw, eerste vrouw, was I'm talking about 2000, what would it be, honey, almost 2500. Of 2005 or something, for whatever. En ik heb het nu over 2005 of iets dergelijks. And the Lord showed me I was still grieving. En de Heer liet me zien dat ik nog steeds rouw had. Over the death of my first wife. Over de dood van mijn eerste vrouw. And I didn't realize that. En ik realiseerde me dat niet. And I'd made an inner vow. En ik had een innerlijke eed afgelegd. And I won't go into the trauma that happened in that accident. I myself went through a death experience. En ik zal niet ingaan op het trauma dat ik bij dat ongeluk had. Ik ging door een doodservaring heen. But the Lord showed me. Maar de Heer liet mij zien. That I'd made an inner vow. Dat ik een innerlijke eed had afgelegd. That if I ever had anesthesia. Dat als ik ooit anesthesie zou krijgen. I would see her face. Dat ik haar gezicht zou zien. And I would die. En dat ik zou sterven. And that was locking in the grief. En dat sloot het verdriet, de rouw in. You know, we can be locked into our grief and pain. Weet u, we kunnen ingesloten zijn in ons verdriet en onze pijn. Inner vows. Doordat we innerlijke eden afleggen. For instance, little boys shouldn't cry. Bijvoorbeeld, kleine jongens moeten niet huilen. Little, you know, things like that. Innocent little things that are sometimes we dat say. Dat soort dingen, de onschuldige kleine dingen die we soms zeggen. And people would come up to me and say, Harold, you're still grieving over the death of your first wife. En mensen kwamen naar me toe en zeiden dan van Harold, je hebt nog steeds rouw over de dood van je eerste vrouw. Oh, I've dealt with that years ago. En dan zei ik, nou, daar heb ik jaren geleden mee afgerekend. And I thought I had. En ik dacht dat ik dat ook had gedaan. But as soon as that revelation came to me by the Spirit. Maar op het moment dat die openbaring tot mij kwam door de Heilige Geest. They prayed for me. En zij voor mij hebben gebeden. I began to weep. Begon ik te huilen. Now you don't release grief. En je laat verdriet niet gaan. By laughter. Door gelach. You release grief. Verdriet laat je los. By weeping. Door te huilen. Can I say that one more time? Mag ik dat nog een keer zeggen? I just said something very profound. Ik heb zojuist iets heel dieps gezegd. You do not release grief by laughter. Je laat verdriet niet los door te lachen. You release grief. Je laat verdriet gaan. By weeping. Door te huilen. And as soon as I began to weep. En op het moment dat ik begon te huilen. All that grief lifted off me. Ging al dat verdriet van mij af, blood werd afgetild. Went down to normal. En mijn bloeddruk ging terug naar normaal. Later on I said to the Lord, en later zei ik tegen Why de Heer, didn't you just speak to me about this? Waarom sprak u niet gewoon hierover tegen Why mij? Put me for this pain of going for all this? Waarom heeft u me door al die pijn He said, heen laten I tried gaan? To tell you.
Hij zei, ik heb geprobeerd het je te zeggen. But you wouldn't listen. Maar je wilde niet luisteren. I learned a tremendous lesson out of that. En daarover heb ik een enorme les geleerd. Because when we're facing a problem. Want wanneer wij voor een probleem komen te staan. And I don't care what kind of problem it is. En het maakt me niet uit wat voor soort probleem het is. Whatever the situation may be. En wat de situatie ook kan zijn. We need to still our heart before the Lord. We moeten ons hart stilmaken voor de Heer. To what he's saying about it. En luisteren naar wat hij erover Amen. Zegt. So go back to Proverbs 18. Dus gaan we terug naar Spreuken 18. And verse 14, the strong vers 14, spirit of a man. De geest, de sterke geest van de man. Shall sustain him in his physical infirmity. Zal hem ondersteunen in zijn lichamelijke zwakheid. Right. Go to Proverbs 25 and verse 28. Dan gaan we naar Spreuken 25 vers 28. Now this is all to deal with the spirit. Now I want to do this because I want you to. I mentioned yesterday. En dit heeft allemaal te maken met de geest, en ik wil dit graag doen met u, omdat ik gisteren heb gezegd. About our human spirit from the New Testament perspective. Over onze gesproken heb over onze menselijke geest vanuit het Nieuwtestamentisch aspect. More of the book of Proverbs into this. Maar ik wil meer van het boek Spreuken hierin brengen. And later on today we'll bring some of the Psalms into as well. En later vandaag zullen we ook wat van de psalmen erbij brengen. Amen. Amen. And here it says. He that hath no rule over his spirit. En hier staat hij die geen regering heeft over zijn geest. Is like a city. Is als een stad. That is broken down. Die afgebroken and is. Has no walls around her. En er geen muren meer omheen heeft. Can I read that one more time? Mag ik dat nog een keer lezen? It says he who has no rule over his spirit. Een man die zijn geest niet wederhouden kan. Is like a city. Is als een stad. That is broken down. Die is opengebroken. And has no walls. Zonder muur. In other words. Met andere woorden. If we're not careful. Als we niet oppassen. If we have a wounded spirit. Als we een gewonde geest hebben. We won't be able to handle our emotions and our feelings. Dan zullen we niet in staat zijn om onze emoties en onze gevoelens ermee om te gaan op de juiste manier. And what will happen? En wat er zal gebeuren? That our spirit will be, our emotions will get out of control. Dat onze emoties uit controle raken. Now I want to touch on that subject. En ik wil graag dat onderwerp aanstippen. Just very briefly. Heel kort. And I've chosen the word anxiety. En ik heb het woord bezorgdheid gekozen. To explain what I'm going to say. Om uit te leggen wat ik ga zeggen. Thousands, if not millions, well, excuse me, millions of people in the United States. Miljoenen mensen in de Verenigde Staten. Are taking medication for anxiety. Nemen medicijnen vanwege bezorgdheid. And that's not only happening in the United States; it's happening all over the world. En dat gebeurt niet alleen in de Verenigde Staten; dat gebeurt over de hele wereld. And people are being put on medication for it. Mensen worden daarvoor op medicijnen gezet. The Lord himself warns us. En de Heer zelf waarschuwt that ons. In these last days. Dat in deze laatste dagen. Men's heart will begin to fail because of fear. Het hart van de mensen zal bezwijken so vanwege angst. So we're going to see an increase. Dus we zullen een toename zien. Of people suffering from fear and anxiety. Van mensen die lijden aan angst en bezorgdheid. In these last days. In deze laatste dagen. In Australia. In Australië. A major drug that is used to treat anxiety. Een groot medicijn wat daar gebruikt wordt om bezorgdheid te beheersen. Is the most used drug, or the second most used drug in Australia. Het is het op twee na meest gebruikte medicijn in Australië. In Amerika. In Amerika. Is the most prescribed drug. Is het meest voorgeschreven medicijn. On the market today. Op de markt vandaag. It's for people who are suffering from anxiety. Dat is voor mensen die lijden aan bezorgdheid. Let me go back a little bit of a spiritual dimension. En laat me teruggaan naar de geestelijke dimensie. If you turn over to Isaiah. Als je gaat naar Jesaja. Chapter 47. Hoofdstuk 47. It mentions the woman of Babylon. Daar wordt de vrouw van Babylon genoemd. You can call that the Jezebel spirit or whatever you like to call it. Je kunt dat Jezebel geest noemen of hoe u dat ook wilt noemen. And you can read the chapter. I'm not going to read it right now. En u kunt dat hoofdstuk lezen. But it tells of the woman of Babylon. Maar dat spreekt over de vrouw van Babylon. The great harlot. De grote hoer. She controls. En zij beheerst. People by sorcery. De mensen door toverij. She also hates old people. Ze haat ook oude mensen. Amen.
Amen. And we see those two things today in operation. En die twee dingen zien we vandaag de dag the in werking. The word sorcery. Het woord toverij. In the New Testament. In het Nieuwe Testament. Is the word pharmakia. Is het woord pharmakia. And that means. It means pharmacy. En dat betekent apotheek. And she medicijn. Is beginning to control the world. En zij begint de wereld onder controle te houden. By creating fear. Door het scheppen van angst. And anxiety. En bezorgdheid. So that people can turn to pharmakia. Zodat mensen zich gaan wenden tot and pharmakia. And that is the spirit of sorcery. En dat is de geest van toverij. Pharmakia. Pharmakia. Is the spirit of sorcery. Is de geest van toverij. So when people get involved. Dus wanneer mensen betrokken raken. With some of that kind of psychotic medication. Met bij dat soort psychotisch medicijn. Submitting themselves. Dan onderwerpen ze zich to in the feite. Spirit of sorcery. Aan de geest van toverij. And the spirit of witchcraft. En de geest van hekserij. And that's why it's so hard for people. En dat is waarom het voor mensen zo moeilijk is. To get off those kind of drugs. Om van dat soort medicijnen af te komen. But there's another thing that happens. Maar er is nog iets wat gebeurt. And what relates maybe to anxiety can relate to other emotions. En wat misschien te maken heeft met bezorgdheid kan ook te maken hebben met andere emoties. Over in Romans chapter 8. In Romeinen hoofdstuk 8. In the beginning of that chapter. In het begin van dat hoofdstuk. It mentions two laws. Worden twee wetten genoemd. Right, the law of the spirit of life. De wet van de geest van leven. Which is in Christ Jesus. Die in Christus Jezus is. And the other law. En de andere wet. Is the law of sin and death. Is de wet van zonde en dood. Now the law of sin and death. De wet van zonde en dood. Is what is used by the enemy. Is wat door de vijand wordt gebruikt. To create. Om te scheppen. Different personality profiles within me. Verschillende persoonlijkheidsprofielen binnenin mij. Now listen carefully what I'm saying. En luister goed naar wat ik zeg. The law of sin and death. De wet van zonde en dood. Is what cause the enemy uses. Is wat de vijand gebruikt. To create in me. Om in mij te scheppen. What we call a lawless nature. Wat wij noemen een wetteloze natuur. Or the Bible calls that part of my disposition. Of de Bijbel noemt dat deel van mijn instelling. Lawless disposition. Een wetteloze instelling. Of nature. Van de natuur. Is the word iniquity. Is het woord ongerechtigheid. One more time. Nog een keer. It's called iniquity. Het wordt ongerechtigheid genoemd. It's one of the major reasons why Paul wrote. En dat is een van de hoofdredenen waarom Paulus schreef. In 2 Thessalonians. In 2 Thessalonicenzen. Let me turn over and read it to you, please. En laat me daar naartoe gaan en het voor u lezen. So that we get a full understanding. Zodat we daar het volle begrip van krijgen. Of what I'm sharing now. Van wat ik nu vertel. 2 Thessalonians. 2 Thessalonicenzen. In chapter 7. In hoofdstuk 7. The mystery of iniquity. Het mysterie van ongerechtigheid is already at work in the world today. Is al aan het werk. That mystery of iniquity. Dat mysterie van ongerechtigheid is what is taking place. Is wat nu plaatsvindt. To change the nature of people. Om de natuur van mensen te veranderen. And create lawlessness within them. En wetteloosheid in hen te creëren. Okay, now the Amplified Version translates this as this. In de Amplified versie zegt het for the mystery of lawlessness, want het mysterie van wetteloosheid, that hidden principle of rebellion, dat verborgen principe van rebellie, against constituted authority, tegen ingestelde autoriteiten, is already at work in the world, is al aan het werk in de wereld, but it is only restrained, maar het wordt alleen tegengehouden, until he who restrains, totdat hij die tegenhoudt, is taken out of the way. Uit de weg genomen wordt. Do you hear what I'm saying? Hoort u wat ik zeg? The spirit of lawlessness. De geest van wetteloosheid. Which is the word iniquity, using a proper translation. Want het woord ongerechtigheid is in de juiste vertaling. Dat betekent eenvoudig. Rebellion against. Rebellie tegen. Rebellion against constituted authority. Ingestelde autoriteit. You can see that in churches. En u kunt dat zien in kerken. As well as out in the world itself. En net als in de wereld zelf. You know, we live in California. Weet u, wij wonen in Californië.
And we have a freeway that goes down the mountain into Los Angeles. En we hebben een grote snelweg die van Los Angeles uit de bergen Los Angeles ingaat. We live 4,000 feet above sea level. En wij wonen 4,000 voet boven zeeniveau. Pastor Derek's been there. Pastor Derek is daar geweest. And but you know we have a 70 mile an hour speed limit. En weet u, we hebben een snelheidsbeperking van 70 mijl per uur. But if you travel at 70 miles an hour, als je rijdt met 70 mijl per uur, 99% of cars, 99% van de auto's, are passing you like this on the freeway. Halen je van alle kanten in op de snelweg. Doing probably 80 or 90 or even 100 miles an hour. En dan rijden ze waarschijnlijk 80, 90 of misschien wel 100 mijl per big uur. Big rigs, big trucks. Grote vrachtauto's. Supposed to be doing only 55 miles an hour. Die maar 55 mijl per uur mogen. They're doing 70 to 80 miles an hour. Die doen 70 tot 80 mijl in per uur. In een 18 mile stretch. Op een stuk van 18 mijl lang. In our little city where we live. In onze kleine stad waar wij on wonen. On that freeway. Op die snelweg. In the last 18 months. In de afgelopen 18 maanden. There have been 90 accidents. Zijn er 90 ongelukken gebeurd. And it's you can see that recorded. Zoals je dat kunt zien, het is op in the wall dividing the freeway. Op de muur die de snelweg in tweeën deelt. 90 times I counted. Ze zijn dat altijd aan het repareren. Ik heb 90 keer geteld, zo omdat daar ongelukken gebeuren. Just going south. Omdat ze te snel gaan. 150 accidents on the other side of the freeway. En 150 ongelukken aan de andere in kant that 18 mile stretch. Op dat 18 mijl stukje. In the last 18 months. In de laatste 18 maanden. Over 150. Meer dan 150. Repairs in that wall. Reparaties in die muur. Now I'm getting to a point. En ik kom hier op een punt. That's total lawlessness. Dat is totale wetteloosheid. But maar if there was a patrolman there, als daar een politieman zou staan, a highway police car, een snelwegpolitieauto, everybody drops back. Dan houdt iedereen in. To 70 miles an hour. Tot 70 mijl per uur. Now what does that tell you? En wat zegt u dat? Every person, elke persoon, has a consciousness toward good and evil. Heeft een bewustheid voor goed en kwaad. And we laugh sometimes, say, oh, oh. En we lachen soms. There must be a police car in front of us. Er is een politieauto die voor ons rijdt. All the traffic is only doing 70 miles an hour. Er zit vast een politieauto voor ons, want al het verkeer rijdt 70 mijl per uur. But the battle for souls is taking place today, big time. De strijd om zielen vindt vandaag de dag enorm plaats. I don't have time. En ik heb niet de tijd. I'll be running out of time in a minute, I'll be mad then. En ik heb gewoon geen for tijd this genoeg. Session. But the spirit of lawlessness. Maar de geest van wetteloosheid. The spirit of lawlessness. De geest van wetteloosheid. Is what creates in a person. Is wat in een persoon schept. The same nature. Dezelfde natuur. That's in the devil himself. Die in de duivel zelf is. Amen. Amen. I could go to the scripture. Ik zou naar de schrift kunnen gaan. And tell you how to know who is a Christian. En ik kan u zeggen hoe je kunt weten wie Christen is. A child of the Lord. Een kind van de Heer. And a child of the devil. En een kind van de duivel. I won't do it. Dat zal ik niet doen. I don't have time this morning. Daar heb ik vanmorgen geen tijd voor. But isn't it amazing? Maar is het niet wonderbaarlijk nu? I want you to go back to what I said about this, about the law of sin and death. Ik wil graag dat u teruggaat naar wat ik heb gezegd over de the wet van zonde en dood. De geest van leven. Christ, die in Christus is. In the spirit of liberty. Is de geest van vrijheid. It's the spirit of freedom. Het is de geest van vrijheid. And that's what dwells. That's what creates in us. En dat schept in ons. The fruit of the Holy Spirit. De vrucht van de Heilige Geest. But the law of sin and death. Maar de wet van zonde en dood. How does it work? Hoe werkt dat? How does it gain control? Hoe wint dat aan controle? Go with me down to Romans chapter 6. Gaat u met mij mee naar Romeinen hoofdstuk 6. And I'll show you what it says there. En ik zal u laten zien wat daar staat. Romans chapter 6. Romeinen hoofdstuk 6. We'll read verse 19, but it starts before that time. We lezen vers 19, maar het begint voor die tijd. We'll go back to verse 17. Gaat u terug naar vers 17. Or if you go back to verse 16. Of als we terug gaan naar vers 16. We could start at Genesis chapter 3. We zouden ook kunnen beginnen in Genesis hoofdstuk
But go back to verse 16. En laten we naar vers 16 gaan. Do you not know? Weet gij niet? That if you continually surrender yourself to anyone. Dat wie gij uzelf stelt tot dienstknechten. This is Romans chapter 6 now in verse 16. Het is Romeinen 6 vers 16. To do his will. Om zijn wil te doen. You are slaves of him whom you obey. Dat u dienstknechten bent van diegene die gij gehoorzaamt. Of der zonde. Which leads to death. Die tot de dood leidt. Or to obedience that leads to righteousness. Of der gehoorzaamheid die leidt tot gerechtigheid. But thank God, maar dank God. Once you were slaves of sin. Dat gij wel dienstknechten der zonde waart. You have become obedient in your heart. Maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden bent. To the standard of teaching. Aan het voorbeeld van de leer. In which you were instructed. Tot het welk gij overgegeven and zijt. And to which you were committed. En waar u in geïnstrueerd bent. And having been set free from sin. En vrijgemaakt zijnde van de zonde. You have become the servants of righteousness. Zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. Of conformity to the divine will. Van gelijkvormigheid aan de goddelijke in thought, wil. In gedachten. Purpose. In bedoeling. And action. En in handeling. I am in verse 19. Ik ben bij vers 19. I'm speaking in familiar human terms. Ik spreek op menselijke wijze. Because of your natural limitations. Vanwege uw natuurlijke beperkingen. For as you yield the bodily members and faculties. Want gelijk gij uw leden hebt gesteld. As servants to impurity. Om dienstbaar te zijn der onreinheid. And ever increasing lawlessness. En der ongerechtigheid. So now yield your bodily members. Alzo stelt nu uw leden. As servants of righteousness. Te zijn der gerechtigheid. Now, if I follow the law of sin and death. Als ik de wet van zonde en which dood is a state of lawlessness. Die een staat van wetteloosheid I is. I create in me. Dan schep ik in mij. A different personality. Een andere persoonlijkheid. So anxiety. Dus bezorgdheid. Is no longer an emotional problem. Is niet langer een emotioneel probleem. It's what we call a compulsive behavioral problem. Het is wat we noemen een dwangmatig gedragsprobleem. Because under the power of the law of sin and death. Want onder de macht van de wet van zonde en dood. I have created in me. Heb ik in mij geschapen. An anxious personality. Een bezorgde persoonlijkheid. Join us again next time as we continue with Dr. Harold Dewberry teaching on healing the wounded spirit. If you'd like to contact us about any of the issues raised in this program or for further teaching material by Harold, you can write to us at TBN Europe, PO Box 448, Dover, Kent, CT 16 9EZ. Or you can telephone us on plus 44 1304 22 4280, or you can email on location at tbneurope.org. Please look out for further teachings by Dr. Harold Dewberry on TBN Europe.